Dames en heren, het raadslid van het jaar 2014 is Joost Helms. De jury achter de verkiezing raadslid van het jaar is dit keer behoorlijk kritisch over de langzittende raadsleden in Eindhoven. Ingezakt en uitgeblust zijn termen die worden genoemd in het juryrapport. En dat komt de scherpte in het debat niet ten goede. Een uitzondering daarop is Joost Helms van de VVD. Na een periode waarin hij 4 jaar wethouder was van onder meer sport en verkeer, zit hij nu weer in de raad. Helms wordt door de jury juist geroemd om zijn scherpte in het debat. Hij kent zijn dossiers erg goed en kan boven de materie staan. Reden dus om trots op te zijn. Ja, trots is natuurlijk wel een beetje apart. Ooit tweede geworden bij de raadslid van het jaarverkiezing. Ja, nu 4 jaar in het college gezeten. Dus ja, dan ben je op een hele andere manier met het politiek werk in deze stad bezig. En als je dan weer terug in de raad zit, zoals ik. Ja, dan is de raadswerk opeens wel veel makkelijker, want je weet van alles opeens heel veel. Maar toch altijd leuk natuurlijk om een prijs te krijgen. Over de politieke nieuwkomers in de Eindhovense Raad is de jury veel meer te spreken. De titel Talent van het Jaar gaat uiteindelijk naar Saskia Lammers van GroenLinks. Inhoudelijk sterk wordt zij genoemd, maar ook betrokken en gedreven. Trots? Zeker wel. Ja, het is natuurlijk best wel bijzonder om na 10 maanden al als eerste politiek talent van het jaar te worden. Ja. Helms en Lammers krijgen allebei ook 500 euro die ze mogen schenken aan een goed doel naar hun eigen keuze.